Hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Vandaag wil ik het gaan hebben over het onderhoud aan je 3D printer. Want een apparaat dat veel in gebruik is, dat heeft automatisch ook onderhoud nodig. Maar wat onderhoud je dan al zoal in zo'n 3D printer? Nou, dat wil ik eigenlijk vandaag met jullie gaan behandelen. Het begint natuurlijk bij het dagelijkse gebruik. En bij het dagelijkse gebruik hoort een van de dingen die daar heel erg belangrijk bij is, is het schoonmaken van het printbed wat we hier zien. En in dit geval is dat een magnetische pie sheet die schoongemaakt moet worden. Soms is die zo vuil dat die echt met warm water en een sopje schoongemaakt moet worden. Dat werkt. Maar het dagelijkse werk, het elke dag schoonmaken, dat doe je bijvoorbeeld met isopropanol, alcohol. Het is simpelweg een alcoholsoort met een zo hoog mogelijk alcoholgehalte. Het gehalte van deze isopropanol is 99% en derhalve goed voor het dagelijkse schoonmaken van het printbed. Af en toe moet tussendoor dat printbed ook worden schoongemaakt met aceton. Aceton echter moet je niet dagelijks gebruiken, want aceton is behoorlijk agressief. Aceton is dus gemiddeld één keer in de week. Dus eigenlijk heb je drie vormen van schoonmaken van het bed. Voor elke print met isopropanol. Dan één keer in de week ongeveer met aceton. En één keer in de maand met een warm water en een sopje. Een tweede ding wat bij het onderhoud van een 3D printer belangrijk is, is natuurlijk de firmware van de printer. Nou ben ik bij firmware wel altijd erg voorzichtig. Want soms komt er firmware uit die uiteindelijk toch ook nog wel weer bugs bevat. Dus meestal wacht ik 1 of 2 weken met het uploaden van nieuwe firmware en houd ondertussen de community in de gaten om te kijken of men tegen zaken aanloopt, ja of nee. En op basis daarvan beslis ik dan of ik de firmware ga updaten. Maar door de regel is een firmware upgrade er niet voor niets en die zal dus eerdere problemen oplossen. Dus firmware upgraden is zeer zeker ook een vorm van onderhoud. Dan een ander verhaal waar we mee te maken krijgen, dat zijn de stalen buizen waarover wel de X-as, de Y-as en de Z-as lopen. We zien hier aan de zijkant van de printer, en dan gaat het om die gladde die we hier zien, daar zien we de Z-as. Hier gaat dus de omhoog en omlaag as overheen. De rechterkant, de geschroefde, je zult ook zien, die zit enigszins los. Die hoef je niet echt te onderhouden. Je zou eens een keer een druppeltje olie op kunnen laten vallen, maar het is eigenlijk ook niet belangrijk dat het vast zit. Dit is namelijk niks meer als degene die het omhoog en het omlaag draaien van die Z-as doet. Terwijl de plek waar die op zijn plek gehouden wordt eigenlijk die buitenste buis is. Aan de rechterkant zo'n soortgelijke situatie. De buis aan de rechterkant met de gladde buis en in het midden weer de geschroefde en die is minder belangrijk. De gladde buizen links en rechts, maar niet alleen links en rechts, ook de twee die we hier zien waar de X-as overloopt, die moeten af en toe eens een keer gesmeerd worden. En dat geldt niet alleen bij die twee, vier beter gezegd, want hier bij de Y-as zien we er ook nog een paar zitten. Dat zijn deze hieronder. En het is goed om deze assen af en toe eens een keer goed te smeren. Ik gebruik daarvoor Superloop. Dit heb ik besteld bij de Create 3D Shop, maar dit is bij meerdere bedrijven te verkrijgen. Wel even mee oppassen, je kunt hier niet elke smeermiddel voor gebruiken. In dit geval is het een synthetisch smeermiddel wat goed geschikt is hiervoor. Niet alle smeermiddelen kunnen op die buizen gebruikt worden.
Dit is overigens een tamelijk dik smeermiddel. Ik gebruik ook nog wel eens heel af en toe, er even bij pakken, lieve mensen, iets als Uniloop, wat voor fietsen, naaimachines en dergelijke gebruikt wordt. En dit is wat meer vloeibaar en wat makkelijker te verwijderen. Je ziet, als je het goed kunt bekijken, ik weet niet of we het nu goed kunnen bekijken, maar dan zie je zeg maar bij de uiteinde ook een beetje residu daarvan zitten. Oké. Dat is dus ook iets wat steeds gedaan moet worden, het smeren daarvan. Dan natuurlijk de nozzle aan de onderzijde van die printer. Dat is moeilijk inzichtelijk te maken, maar je ziet hem daaronder, zie je hem lopen. Die moet natuurlijk in feite ook netjes schoongehouden worden. Dan, zoals bij deze printer, hier zit ook een filamentsensor ingebouwd. Die zit hier bovenop, op dat zwarte kapje hieronder gebouwd waar die snoertjes zitten. Je kunt dat één keer in de zoveel tijd eens een keer losschroeven en bijvoorbeeld met een luchtspuitbus doorblazen. Daarmee doe je zeg maar zorgen dat die filamentsensor goed blijft werken. En er zijn wel wat meer onderdelen waar dat moet gebeuren. Misschien nog wel het allerbelangrijkste bij de 3D-printer, dat zijn eigenlijk zijn moeren, zijn bouten en moeren waarmee alles vast zit. We zien hieronder boutjes zitten. We zien daar de nodige zitten, maar we zien ook hierboven de nodige zitten en daarboven de nodige zitten. Zie je dat? En het is gewoon zaak om met enige regelmaat die bouten en moeren eens langs te lopen en eens kijken of alles nog goed vast zit. Wel even oppassen bij zo'n 3D printer. Niet maar onbeperkt vastdraaien. Vast is vast en het hoeft niet extreem vastgedraaid te worden. Dat heeft namelijk ook nog eens een keer tot gevolg dat je de printer mogelijk kapot maakt daarmee. Kortom, ook dat is een belangrijk onderdeel van het onderhoud aan de printer. Tot slot, nog een belangrijke. We zien op sommige plekken riemen lopen. We beginnen hier onder die as, zien we hier een riem lopen. We zien hem hier zo. Ja. Je zult moeten gaan controleren, en dat geldt bij deze hier ook, hier zie je er ook eentje lopen, ja, of die riemen niet aanlopen. Dat zal namelijk absoluut de printkwaliteit van je printer gaan aantasten. Vaak zul je dat al wel merken als die wel aanloopt. Waarom? Dan ga je in één keer zeg maar zwarte restjes en rommel overal krijgen. Dat is een teken voor het feit dat de riemen ergens tegenaan schuren. En daarmee die riemen aan het kapot maken zijn, maar ook zeg maar een soort van tegengewicht op de beweging van die riemen zet, waardoor je prints er niet meer netjes uitzien. Ja, ongetwijfeld zijn er nog veel meer dingen die je bij zo'n printer moet gaan bekijken. Hè. Denk maar bijvoorbeeld hier aan die tie-wraps die je bijvoorbeeld hieronder ziet. Nu zien we hier wat tie-wraps. Controleer of dat allemaal goed zit. Af en toe goed nalopen van je printer is een absolute must. En helpt er mij bij om je printer een langere levenstijd te laten houden, maar ook om er echt een werkpaard van te kunnen maken. Ik wil je daar alvast succes bij wensen. Dit was de video van vandaag. Happy printing, happy onderhoud en tot de volgende keer. Dag!